print the boodschap print today. Lockdown wordt vooral in zuidelijk Paramaribo overtreden. Het is de politie gebleken dat vooral mensen woonachtig in het zuidelijk deel van de hoofdstad de door de autoriteiten ingestelde partiële lockdown overtreden. Deze lockdown, die geldt tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's morgens, is op zondag 29 maart ingegaan, maar blijkt tot nu toe niet vlekkeloos te zijn verlopen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.